hebben we onze eerste Brazilian Day van de International Mall of Suriname. Is het bedoeld om de cultuur een beetje meer bij elkaar te brengen, zodat we een betere ontwikkeling samen kunnen hebben voor Suriname natuurlijk. Suriname is de eerste plaats. Maar we kunnen sowieso meer weten over Brazilië, over cultuur, over productie. Ja, terecht. Je moet een Brazilian Day hebben. Om ook aan te geven, namelijk bijzonder belangrijk is om met je buren goed samen te werken. Daarom heb je gemerkt dat ik de president van Brazilië hier uitgenodigd heb in Suriname. Samen met de president van Guyana. Om gezamenlijk hier regionale strategische ontwikkelingen met elkaar te bespreken. De twee presidenten schudden hun hand. Temos muito que oferecer um ao outro, bem como. We believe we do have a great deal to offer each other and to cooperate mutually. Welke vorderingen zijn sinds het bezoek van de president van Brazilië, Bolsonaro, tot stand gekomen? Ja. De bedoeling is namelijk dat we over 4 maanden weer bij elkaar gaan komen als presidenten. Concrete afspraken zijn gemaakt dat men hier in Suriname wenst te investeren. Op het gebied van de productie, namelijk veevoer, maïsteelt, sojateelt. De minister van LVV is opgedragen om die gronden ter beschikking te stellen. Die gronden zijn geïdentificeerd. Op dit moment vindt er bodemonderzoek plaats. Of maïs en ook soja geschikt zijn daarvoor. En de samenwerking is er nu tussen Surinaamse bedrijven en ook Braziliaanse bedrijven. Ik heb gisteren nog een presentatie van een ander bedrijf gehad, die ook samen met Brazilië aan visteelt wil doen. Die grote vissen, die hele trek zijn in Brazilië, maar heel goed hier geproduceerd kunnen worden, geteeld kunnen worden. Dus daarom is er ook afspraak gemaakt. Er is ook afspraak gemaakt met een Braziliaans bedrijf en een Surinaams bedrijf voor het importeren van runderen, voor ook de vleesvoorziening. En vergeet u niet, we zijn nu CARICOM voorzitter. We kunnen al deze investeringen zodanig organiseren dat ze vrije toegang hebben naar de Caribische markt. Dus we hebben alle mogelijkheden. We moeten niet alleen kijken naar een samenwerking tussen Suriname en Brazilië. We moeten kijken naar een samenwerking tussen Suriname en Brazilië met een Surinaams bedrijf dat de hele markt ook in het Caribisch gebied heeft. Maar waarom per se Brazilië? Kijk, we hebben veel activiteiten gepland in de International Mall. Maar toevallig, vrouw was toevallig jaren 5 juli dinsdag. Weet je, wat we gaan een Brazilian Day maken en dat is de eerste festival dat we hebben kunnen doen. We hebben straks ook andere festivals. Maar toevallig is Brazilian Day als eerste uitgekomen. Welke activiteiten zijn er nog meer gepland voor de opening? Kijk, wij hebben al pas in augustus danskampioenschappen voor Milo en middelbare scholen. Dat is eind augustus, begin september. Dan hebben we een Dutch festival met Oktoberfest in oktober. November hebben we Bikers Week, samen met de opening waarschijnlijk. En december hebben we ook sowieso voor kerst een kerstmarkt en wat kerstactiviteiten voor kinderen, voor volwassenen. Ik zie Chuck E. Cheese ook al rondlopen. Wanneer is zijn opening? Chuck E. Cheese opening was gepland voor augustus. Maar ik denk dat de vertraging komt in september, waarschijnlijk 100%. Omdat iedereen weet hoe het is met import van goederen en machines die onderweg vertraging oplopen. Daarom gaat het een beetje trager.
Bent u voor het eerst hier in de Mingel? Ja, ik was al eerder uitgenodigd. Maar we zaten in een moeilijke situatie toen, waar we heel wat gebieden hadden die onder water gelopen waren. Dan moet je inderdaad goede beslissingen nemen. En ik heb met Kalo gezegd van kijk, de mol wordt een keertje geopend. Dan ben ik daar. Dat kan ik nu al agenderen. Gaat openen. De opening van de mol hebben we gepland rond oktober, november. Dus jullie horen wel de nieuws, hoort wel de officiële datum wanneer we open gaan. Maar we gaan sowieso dit jaar open.